We zijn aangekomen in het Zuid-Hollandse Ridderkerk. Hier onder de rook van Rotterdam woont een kleurrijke eendenfluisteraar. Martijn zorgt ervoor dat zijn geliefde slootbewoners nooit iets tekort komen. Hé, hey, kwakkerd, kom dan. De kurt. Ik heb voor elke eend zijn eigen maaltje. Dus dit zijn kattenbrokjes. Dat is hun allerfavorietste eten wat ze maar kunnen vinden. En het fijne is dat dat blijft drijven. Nou, dan heb ik nog wat ze ook heel erg lekker vinden, is geweldige kikkererwtjes. Voor de liefhebber moeten ze natuurlijk wel leren eten, want anders hoeven ze het weer niet. Maar deze eendjes vinden dat allemaal ontzettend lekker. Nou, dan heb ik nog lekker gerst voor ze. Het is een heel menu. Ja, het is een heel menu. Dan heb ik nog natuurlijk heel af en toe nog een boterhammetje. Dit is voor de kleine eendjes met een klein keeltje. Die kunnen geen grote kattenbrokjes opeten, maar die kunnen wel kleine kittenbrokjes opeten. En ja, de kindermenu, hè? Hoe ben je zo betrokken geraakt bij die eenden, Martijn? Dat is wel iets van mijn jeugd. Op het moment... er komt een hond aangelopen. Op het moment dat ik naar buiten kon... toen ontmoette ik de eendjes al in de sloot. Als kind? Ja, als kind zijnde. Die vond ik veel leuker dan mensen. Want ja, de meeste mensen zijn gewoon heel onaardig of heel lelijk. En die eendjes die daar zaten waren echt prachtige paradijsvogels, om het maar zo te noemen. Ja. Ja, toen dacht ik, oh, leuk, lief, gezellig. En toen is het zaadje geplant. Waarom waren de mensen eigenlijk niet aardig dan? Ja, als kind weet je dat natuurlijk niet waarom mensen niet aardig zijn. Maar mensen willen altijd wat van je. En als ik nu die vervelende kinderen bij mij in de straat zie bijvoorbeeld... dan begrijp ik wel heel goed waarom ik naar de eenden ging. Want die kinderen zitten in je nek, die willen altijd wat van je. En ik volg mijn eigen pad. En uiteindelijk ben ik bij de eenden aangekomen. Omdat die dat niet doen. Die zijn dieren zijn heel makkelijk, hè, wat dat betreft. Als ze eten krijgen, zijn ze weer tevreden. En dan kan ik door naar de volgende eend. Ach, ach, ach. Dat arme beestje is helemaal nat en bibberig. En die moet misschien onder de warmtelamp. Of die heeft mijn hulp nodig. Hé, lievertje. Kijk eens hoe nat die is. Als ze niet droog zijn, dan is het natuurlijk gewoon einde verhaal. Dus dan moet je weer de boel lopen redden. En heel je leven ben je daarmee bezig. Ja. Omdat er wel weer altijd ergens een eendje is die hulp nodig heeft. En nu is deze dat weer. Ja, dan kan je niet, je kan zo'n beestje niet laten creperen. Kom maar, dan ga je lekker onder de lamp. En dan kan je lekker... opwarmen, hè? Oh. Zo, lekker warm. Nou ja, dit is de eerste foto uit mijn leven dat je dat ik de eendjes aan het voeren ben op een... Ja, ik denk dat het op een zondagmiddag is, terwijl iedereen in de kerk zit en ik vrij had om naar de kerk te gaan. Mocht ik met mijn vader de eendjes voeren 's middags. Zwarte kousen, hè? Ja, als kind weet je niet beter dat dat de waarheid is. Dus dan ga je daar best wel lang in mee. Te lang. En vervolgens, ja, dan kom je zo met jezelf in de knel en in de knoop. En voel je niet gelukkig. Maar ja, zolang je niet weet wat het is, ja, blijft dat heel moeilijk om daar dan de vinger op te leggen. En dan heb je toch andere mensen om je heen nodig. Ja, die ook zo leven. En dan is internet gewoon een enorme uitkomst om erachter te komen wie je bent. Dat je zag van, er zijn ook nog blijkbaar mensen zoals ik aan de andere kant van de wereld. En wat zijn dat voor mensen, zoals ik? Kleurrijke mensen, queer mensen. Mannen die make-up dragen, bijvoorbeeld. En inderdaad echte paradijsvogels. Had ik vroeger ook wel eens op televisie gezien, maar ja, dat was dan wat verder weg. En op een gegeven moment kwam je ze in het echt tegen, hè? In het wild, in Amsterdam, op straat. En dan denk je van, hé, ja, dit is toch wie ik ben. Dat is een van de dingen waarom ik zo ontzettend, het fijn is om met dieren om te gaan. Omdat, ja, die waarderen je om wie je bent. Terwijl mensen, ja, mij veroordelen om wie ik ben. Hey, Pippetje, ben je alweer een beetje warm nu, hè? Dan heb je al je verhaaltjes.
Nee, hoe is die met jou? Ja, hoor ik jou, hè. Kijk eens aan. En, hoe gaat het met hem? Nou, hij is alweer bijna opgedroogd. En hij staat weer goed overeind en kan weer piepen. Ja, piepetje, piepetje. Wat zie jij allemaal? Wat doe jij allemaal? Piepiepiepieps. Kan die nou terug weer de tuin in? Nee, hij moet eerst nog helemaal droog zijn. En nog meer praatjes hebben. En dan kan ik in ieder geval kijken of hij weer bij zijn moeder kan. En als het goed is, is het weer lekker droog straks. Dus dat helpt ook wel een beetje mee. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.